Mensen, welkom! Vandaag zijn we hier met een paar beginpackies van een pack opening. Ja, we zijn ook 50 graden, maar vind ik slecht. Dus ik ga morgen gewoon zijn ook. Ik heb Weekend League gedaan. Ik ga flikken. Goud 2, pauper slecht. Oké, zijn we er klaar voor? Ja. Tot de allereerste. Is Son? Zit Son erin? De paal. Is dat die vriend van... Het is Rodrigo. Niet van Fish. De paal. Tuurlijk. Ik ben Son. Jezus, wow. Tanto slecht. Nee, maar hier zijn we niet voor. Het hele Fun Birthday team is in pack. En jezus. En ik ga er vandaag in packen. Nou, niet vandaag waarschijnlijk, maar wel morgen. Ja. Zo, je hebt toch zo'n ding dat je garandeert. Hey, Centurion. De Centurion. No. Ik ga dit niet openen. Ik kom hier niet voor naar boven om dit te openen. Ja, ik kom okay, eentje dan. Jumbo Premium goud pakketje. Nee, hey, maar als jullie nou gaan haten. Maar jij zei, ik heb packjes klaar staan van mijn division rijden voor rewards. Hé! Hey! Oh, Gaetan! Gaetan! Yeah! Yeah! In een 15k pack! Dat is echt al dikke pack. Er is er één die ging walken, dat is Gaetan. Ja, dat is Gaetan. Dan zijn 86 en hoger. De laagste naast die is wel goed, trouwens. Huh? Oh. Overzetten. Dat is een tradable idee. Ja, maar dan nog. Ik dacht wel van lekker teleurstellen. Zo. Ik pack een fruit birthday en is dit teleurstellen. Ja. Deze packs zijn OP, jongen. Hierna komen wel die echt big baller pakketjes. Ja, maar hierna... Hierna gewoon nog... Lekker hussel, lekker kessel. Wat is eigenlijk de sponsor van deze video? Ja, die heb ik niet. En wat doen we hier dan? Ja, vaak man. Nivea for men. Bevat 0% aluminium. Aluminium? Nou, dit is toch, wat is dit dan? Plastic? Nou, nee hoor. Oh! Heb je een aansteker hier? Nee, ik heb geen aansteker hier. Heb je wel een kaarsje hier? Ik heb wel een kaarsje, ja. Zo'n plakkaas tegen Koen's hoofd. Goed in de tikkeltypes. Je hebt al een Fut Birthday gepakt. Ja, klopt, je hebt gelijk. Ik ben blij. Ik ben blij. Koning Back to Fut Birthday kaart. Weer een titel. Ja, lekker. Zijn kaarten van 20k zijn die pack-only materiaal of zullen we dat gewoon even skippen? Hey, als jij nou even je spulpack dicht houdt, dan kunnen we even lekker pakjes openen. Maar anders wordt het natuurlijk wel moeilijk. Ja. God, dit is ook nooit wat, hè? Die grote tyfusflair. Oh? Echt? Wie wil mijn 50k pack openen? Ja, ik. Zeker wel borden. Zeker kaasje. Zeker kaasje, zeker ding sowieso. Zeker een eigen gepakt reguliere. Nee. Oh jawel. Yashi. Ja. Oh ja, oké, tel die natuurlijk. Ik hoop niet vonden, want dat krijg ik als ik geen walk-out pack. Een pakbeurt. Nou, hopelijk wel lager weten het spelen. Als je geen walk-out pack, dan ga ik je. Nee, je gaat nakken. Oh, yes! Sloten, Angelo heeft het. Nee! Gaat-ie. Ja! Benucci. Oh, is hij tradable? Ja, dat is fucking goed, die is toch 140k zijn? Nee, 280 denk ik. Maar hij is ook echt OP dit jaar, hè? Zo, 60k boy, is gewoon goed hè dit. Jongens, zijn we er klaar voor? De pack der packs. Wacht, wat krijg ik als ik goed voorspel? Ik denk Winter Refresh AK. Ik denk Shapeshifter Nandes. Dan krijg je deze Deo, is het goed voorspel. Oké. En wie denk jij? Winter Refresh AK. Ik denk dat ik weer Alaba pack, komt-ie. Maar ik haal die dingen niet uit elkaar. Wat is dit? Winter, is kut hè? Oh. Dit is toch goed? Dat is goed, oprecht. Kijk die stats. Nee. Dit is toch goede stats, man? Dit is wel goede stats, hoor. 3 skills, zeker. Zo, 4-4. Lekker. Hé? Een kleine dub wel. Dit is een grote dub, man. Dit is een dub, hoor, dit. Dit is een dub, hoor. Dit is niet een dub. Die ga je nooit gebruiken. Zal ik even toch even 12 viewpoints voor even die wij storten loon. Hey, als we bill packen, gaan we dan naar Mackie, dan betaal ik voor jullie. Als we een birthday, nee, niet waar. Nee. Hij zei het gisteren. Nee, het is een middel van L. Nee, een kleine L dit. Het is een kleine L. Toch even bijgestort, want ja, waarom niet? Ik wil de groep.nl, dankjewel, daar gaan we. Zijn wel slecht, hè? Nee, ze zijn goed, man. Oké. Ze zijn OP dit jaar. Ja, ze zijn OP, kijk maar. Hartstikke idee. Spits. Nee, kan niet. Griezmann. Oh. Deze is gewoon rustig. Oh! Chat, is het een win of een L? Deze man ook echt gewoon 5k hartstikke idee. Ja, die is zeker niet daar. In zo'n dingeskaart. Oké. Slecht. Ta. Zule. Bro, die is 140k waard. Zule! Hé? 22k! Check zijn versnelling en zijn acceleratie, dat is leuk. Moet je altijd kijken. Dat is content. Maar dit is gewoon een goede pack. Ja. Grote flash. DMP theorie, dat het niks zijn. Nee, dat is ook weer zo. Kijk, ze hebben die Gaetan had ook goed maar dat was ook geen walkout. Saul, lekker. Lekker, niks mis mee. Hoppa, cash in de klauwen. Lekker hustelen. Het waard om packs te openen nu. Lekker hustelen, lekker kesselen. Ja, echt hoor. Als je coins wil, moet je nu packs openen. Kijk, wil niet ik wat goed te promoten? Ja, dat ben ik niet. Koen, je bent ook gewoon heel eerlijk. Ja, ik ben integer. Ik ben eerlijk. Oh. Als je 85 hebt, heb je echt een zieke pack open. Ziek. Ziek. Ontscoot. Hey, oké.
Oh, wat was het toch, kaas? Nee, die bom. Nee, die van stinkt ook echt zo erg, jongen. Waar je hem? Ik hoor hem. Ik hoor dat ze erg niet brengen. Wel goed geprankt. Wel aardig geprankt. Oh, stinken, jongen, die typus kaas. Het is ook een plakkie kaas, maar jij schreeuwt echt alsof je door iets heel heftigs gaat. Oh, weer vermoord. Zon. Oh. Paulo Lopez. Ja, er is elke week zo'n Franse. Is gewoon zo'n keeper in vorm. Franse. Reinhard. Oh. Oh, flikkie. Oh! Hey, dit is gewoon goed, hè, dit. Kijk nou. Haasje. Nee, top. Kaasje en haasje. Oké, Onana is extinct. 22.000 voor Robertson. Nee. Dit is echt een wereldpack, joh. Dit is gewoon een pack van 60.000 of zo. Dit is slecht. Als je ooit packs wil openen, dan is nu wel het moment. Heb je veel munt ineens, joh? Ja, jongen, ik ben Kaulo rijk, joh. Ja. Kaasje. Het gaat zeker... Oh! Sissoko? Team of the Year? Spits. Ja. Suarez. Zo! Oh, die 89! Yes, lekker! Aan de onderkant nog zitten een... Kaasje? Ik hoor hier helemaal tering aan schreeuwen, had je ja, omdat dat hij kaas op zijn hoofd gooit. Maar ik wil die morgen nog eten. Kaasje! Nee! Wat een johoege kaas! Auw! Kasie! Auw! De dokter! Ik ben een headshot! Welcome to the gulag. Als ik wil, dan wil, ga ik dansen. Ik ga dansen. Tik! 600 keer 5 is 3, hè? Ja. 1000. Mensen, dames en heren, we hebben nog een fut goodie bag. Oh, Mattie zit zo vaak in Andermans Pickup. Is maar vaak in Andermans Pickup in zijn eigen video. En die domme mensen massaal weer liken die comment. Zo blijft deze meme leven. Stop er nou mee. Stop er mee. Hey, we gaan eerst deze openen. Okay. Ik heb gehoord dat ik een verbeurding ga packen. En niet zomaar één, maar MLP. Oh! Wist je al dat hij 20.000 is? Die versnelling. Dit is bizar. Nakajima the Legend. Die pack je vaak. Die pack ik vaak, joh. Je let er gewoon op. Ja, dat is waar. Ja, dan heb je een sterk punt. Dat is gewoon een heel sterk punt. Ah, daar ging mijn camera. Fantastisch. Dit wordt een fut birthday space. Oh, daar gaan we dan. Deze zijn echt wel vrij. Maar wacht, ze hebben dit met 3 dagen verlengd en vervolgens geen enkele goede special packs toegevoegd. Wat is dan het nut? Ja, niet. Squad battle reward mensen, die konden nog even mee snoepen. Ja, die kunnen. Squad battle mensen worden beloond. Deze packs zijn wel goed, hoor, deze. Maar hoe kan je nou, waarom verleng je dan ook niet die cadeaus hier staan? Ja, dus het is echt gewoon, het zat al uit die code. Het is gewoon echt triest dit. Waarom heb je dit geopend? Ja, dit is echt vrij triest. Oh, Nana. Oh, oh yes. Nana. Die is gewoon 10k. Hij is extinct. Echt? Ja, gewoon doen. Inka. Hatsa. Okay. Eén gezeik. Weg is weg met die vent. Weg is weg. Hop, oh, die is 83, die gaan we zeker in. Ja, ja, ik denk dat die gezeten heeft vroeger. Daar hebben wij het in de gevangenis nog over. Oh. Oké, okay, we hebben onszelf dan een Electrum Spelerspakket en een 40-jarig Golibach. Heb je hier ook naar gekraft? Nee, hey, ik heb hier wel redelijk gekraft. Ja, ik moet zeggen, ik heb wel eigenlijk. Jezus, kaal. Tantu kaal slecht. Oké, okay, man, daar komt ie. Dit wordt dit wordt de laatste. Oh! Misschien voor je nieuwe video, hij het huts nou. 100 coins, dit is echt cash in de klauwen. Heerlijk! Dit is mijn laatste Fit Birthday Pack. Ah, nu als je 1200 coins ziet, waarom verkoop je niet gelijk? Je kent jezelf toch? Je weet dat die transferlijst nog staat voor 3,5 jaar. Nee, want ik ga straks eens kijken. En kaasje. Oké, okay, daar wat, komt wat hoop je? Ik hoop op... Futtersjarige Haaland, hè? Dat is wel een leuke kaart. Die is helemaal niet. Futtersjarige Haaland? Futtersjarige Haaland. Oh, ja, die is zeker leuk. Of, futtersjarig, Sissoko. Daar hoop ik eigenlijk het meest op. Dat zou... Dat is kaasje. Ja, nee, want je hebt ook die linksback en die centerback Hernandez al bij slag. Ah, boeie gast. Hey, dit is een walkout. Het is... Future Star. Leuk. Haaland. Oh, wie is dit? Tieleman. Tieleman. Oh. Hij heeft wel een goed kaartje, toch, of niet? Oh, dit is helemaal niks. Maar nadere is, dit toch wel een kutkaart. Dit is een kutkaart. Dit is een kutkaart, ja. Dit is echt een kutkaart, dit, ja. Dit is niet goed. Dit is echt een kutkaart, dit. Die stats kun je toch... Maar waarom zou iemand hier 250.000 voor betalen? Want dit is wel goed. Dit is... Wim van de hel. Nee, kleine L. Kleine L? Maar mensen worden altijd boos als ze deze zelf gebruiken en hem goed vinden. En jij zegt dan dat die slecht worden, mensen echt boos. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. De groeten, de tyfus. Doei. Kom. Ja, maar dit is geen leuke mop. Matt heeft de mop van vandaag. Hij is niet leuk. Ja, maar vertel. Nee, hij is niet leuk. Ja, maar vertel. Maar ze is een mop. Oké, is leuk. Nee, dit is helemaal niet leuk. Oké, vertel. Een man gaat op zakenreis en die wil niet dat zijn vrouw tekort komt als die weg is, weet je wel. Dus die gaat naar de winkel en die zoekt naar een goede. Dildo. Dus die vrouw die daar werkt, die zegt, ik heb een hele speciale. Deze moet je echt hebben. Deze is gewoon automatisch. Als je zegt, voodoo dildo, nog wat eens, dan gaat hij daar gewoon
heen en dan doet hij zijn ding, weet je. Als hij voeder dildo om een poes, dan gaat hij werken, weet je wel. Okay. Dus dat legt die man uit als een vrouw. Die man gaat op zakenreis en die vrouw die gaat het gebruiken. Die is helemaal blij, weet je wel. Die zegt voeder dildo om een dikke vette gleuf. Ja. Dus die ding gaat aan en op een keer is ze 10 minuten bezig, langer. En ze weet niet hoe die uit moet, want de gebruiksaanwijzing was weg. Die man had niet gezegd hoe die uit moet, en dat wisten ze niet. Dus ze ging gewoon in de auto, sprong ze maar met dat ding er nog in. Die vrouw gaat keihard rijden over de snelweg. Ja, echt 160, waar je nu maar 100 mag, weet je. Dat kan natuurlijk nooit. Bizar. En ze stopt niks, maar ze gaat bijna dood natuurlijk. Want dat ding stopt niet. En die batterijen, die gaan maar mee. Ja. Dus de politie houdt dat tegen en ze stopt toch. Want ja, ze denkt, dit gaat toch niet goed, misschien kan de politie me helpen. Zegt die mevrouw, ja sorry, ik rijd te hard, want ik heb hier die voedodildo, maar die stopt maar niet. Zegt die politie, ja, voedodildo maar reed. Hij valt precies uit. Echt? Leuk. Is niet leuk. Hij is niet zo leuk. Ik vertel hem ook niet goed. Leuk. Heerlijk. Nou, de kamer van de minder leuk. De groeten.